Het eens zo onafscheidelijke showbiz-duo Gerard Joling en Gordon zijn verzeild geraakt in een schouwspel dat zelfs de meest doorgewinterde showbizkenners doet fronsen. Gerard Joling heeft onlangs op de radio uit de doeken gedaan dat de relatie met Gordon een nieuw dieptepunt heeft bereikt, en dit keer is de aanleiding wel heel bijzonder. Volgens Joling hebben zijn planten in de tuin de muzikale escapades van Gordon niet overleefd. Mijn coniferen hebben het loodje gelegd na Gordon's optreden, verklaarde hij met een schaterlach op radio 538. Het schijnbaar onschuldige commentaar van Joling is het nieuwste hoofdstuk in de soap die een vriendschap is geworden. Gordon, die onlangs zijn nieuwste album met veel bombarie lanceerde, liet zich tijdens dit festijn ontvallen dat hij ver boven het muzikale niveau van Joling staat. Een rechtstreeks smeer naar Jolings hit 2 Motten, waarop Gerard niet kon achterblijven met een reactie. Raakt geen nood, zo klonk het strijdlustig uit de mond van Radio 538 Schriek Romein, die geen blad voor de mond nam over Gordon's zangkwaliteiten. Romee nam het op voor Joling die volgens hem nog steeds de pannen van het dak zingt, in tegenstelling tot Goden, die naar zijn mening muzikaal gezien het spoor bijster is. In een rechtstreekse verbinding met de ochtendshow reed Joling de kans om terug te slaan, en dat deed hij met ver op zijn kenmerkend luchtige manier. Laat Goden maar schuiven. Ik ben nog steeds druk bezig met optreden, iets wat ik kan nee waar vraag naar is, waar eerder Joling de kritiek van zijn voormalige vriend. Met een sneer over de coniferen in zijn tuin die het concert van Gordon niet hebben overleefd, maakte Joling duidelijk dat hij de veter niet altijd serieus neemt, maar wel genoeg is van de constante pesterijen. Joling benadrukte dat een leven in de spotlights en op het podium geen sinecure is en dat alleen de echte professionals die zichzelf voortdurend in topvorm houden, het volhouden. Iets wat volgens hem bij Gordon wellicht aan het weghebben is. Het is een kwestie van bijhouden, en als je dat niet doet, ja, dan klinkt het zoals het klinkt, al dus Joling. Die daarmee hint op de vocale meerstappen van Gordon. Met een nodelijke draai aan het gesprek besloot Joling de focus te verleggen naar positievere onderwerpen. Laten we het over leuke dingen hebben, sloot hij af, met een lach die doet vermoeden dat deze showbizuzin nog lang niet is uitgezongen.